Omdat Erik Groothof vertrekt als CDA-raadslid, heb ik vandaag met hem een exit-interview. Erik, waarom moest jij stoppen als gemeenteraadslid voor het CDA? Als eerste, Ed, dank voor de uitnodiging die het LON heeft verstuurd om daar toch nog even op terug te komen. Dank daarvoor. Antwoord op jouw vraag. Het is heel simpel. Als je gaat verhuizen, dan ga je naar een andere gemeente. En zolang je niet in de oorspronkelijke gemeente bent, kun je geen raadslid meer zijn. Dat is bij de wet geregeld, dus daarmee kwam eigenlijk abrupt, maar duidelijk, een einde aan mijn raadslidmaatschap. In hoeverre was het moment waarop je die beslissing moest nemen een moeilijke? Ja, het is echt een heel moeilijk moment, want ja, je bent bijna halverwege, of eigenlijk net eroverheen. Er zijn een aantal projecten in wording, daar heb je als gemeente en als raad aan meegewerkt. Moet je halverwege activiteiten overdragen, dat zit niet lekker. En dat maakt het juist ook zo moeilijk. Het is eigenlijk makkelijker om na de verkiezingen niet verkozen te worden. Dan weet je tenminste waar je staat. Ja. En dat is nu niet het geval. Hoe heb jij het raadslidmaatschap in Nuenen ervaren? Als heel intensief, maar ook rewarding. Je krijgt er ook veel voor terug. En niet zozeer in waardering, maar in de omgang met mensen, de samenwerking, het met elkaar toch voor de grote meerderheid besluiten moeten nemen. Dat is lastig, maar echt een hele mooie opgave. Waar heb jij je speciaal mee bezig gehouden? Eigenlijk niets speciaals. Ik ben wat dat betreft een generalist. Dus eigenlijk alle aspecten die voorbij kwamen, met uitzondering van financiën, want dat was toch mijn zwakke punt. Nu je weggaat, heb je denk ik een heel goed beeld over wat de positie van het CDA binnen de gemeenteraad is. Zou je die eens kunnen omschrijven? Dat vind ik een moeilijke vraag. Je kunt het enerzijds aflezen aan het aantal zetels wat je hebt. Ja, dan is het niet zoveel, want we hebben 2 raadzetels. En als ik dat vergelijk met een D70 die de 6 heeft, ja, dan tellen we niet echt mee. Maar wat ik heb ervaren is in de afgelopen jaren, is dat er gekeken wordt naar je inbreng en niet specifiek gekeken wordt naar het aantal zetels. En dat is wel bijzonder, want je zou natuurlijk altijd uit kunnen gaan van de macht van de sterkste. En dat is niet het geval. Dus je hebt eigenlijk meer inbreng dan alleen de afweging van het aantal zetels wat je hebt. Nou, verlaat je de Nuenense politiek, wil dat zeggen dat je politiek niet meer actief bent? Nee. Enerzijds vindt er een wissel plaats binnen het bestuur. Peter Hendricks zal als voorzitter, of is inmiddels als voorzitter afgetreden, en word ik voorzitter van het bestuur van de afdeling CDA Nuenen. Dus ik blijf betrokken met het Nuenense, maar niet direct praktiserend, politiek praktiserend. Maar daarnaast ben ik me ook aan het oriënteren in mijn Rijstad. En ook daar kun je meteen weer leren over hoe het daar aan toe gaat. En het is toch weer anders dan hoe het in Nuenen gaat. En misschien kan ik van dat soort ervaringen weer wat meenemen om het in Nuenen weer beter te laten gaan. Welke tips zou jij kunnen geven aan de zittende raadsleden van Nuenen? Ja, meer vertrouwen en meer bij het college neerleggen. Er wordt over bepaalde dossiers extreem lang gediscussieerd, gedebatteerd over de puntjes en de komma's. En dat heb je niet nodig. Het gaat nog steeds over een taakstellende en een controlerende rol. En wij verzanden wel eens in, of misschien wel te vaak, in futiliteiten. En als we dat aan de kant kunnen zetten, zal ook de snelheid en de effectiviteit van de raad toenemen en verbeteren. Bedankt voor jouw medewerking en voor jouw deel aan de Nuenense gemeentepolitiek. En ik wens jou veel succes in de toekomst. Dankjewel, het was mijn genoegen.